In de wedstrijd tussen FC Utrecht en Heracles Almelo was onze camera gericht op Girano Kerk. De aanvaller scoorde onlangs tegen de Graafschap, tegen Excelsior. Zondag was het voor de derde week op rij raak. Nee, dat was echt heerlijk, man. We kregen denk ik 3 kansen, alle 3 gingen er gelijk in. En het waren ook niet de lelijkste doelpunten, moet ik zeggen. Kun je mij even meenemen naar het moment dat jij die bal krijgt en dat je moet gaan beslissen wat je gaat doen? Ik krijg die bal van Sander van de andere kant en ik kom 1-1. En ik zie dat de verdediger echt de binnenkant heeft. 1-1 met Van Hinten. Nou, hij is sneller dan Van Hinten. Levert het een kans op. Ja, zo! Een kans en een doelpunt! Dat is ouderwets. Een bal, een doel in rossen. Wat Kerk hier doet. Dat hij dan zo prachtig erin gaat, dat had ik zelf niet gelijk gezegd, maar hij zat er mooi in. Het gebeurt je nog niet eens in FIFA dit, hè? Ja, dat denk ik wel. Nee. In FIFA maak ik het nog mooier. Bal nog net verlengd, maar Emanuelsson, ja! Die kan dat ook met rechts. Dat doet hij heel af en toe. Heb jij het idee dat de liefde tussen Girano en de supporters nu steeds beter en mooier aan het worden is? Ik denk het wel. En, het is alleen maar mooi om dat soort dingen mee te maken en ik waardeer het ook echt. Dus nee, zeker mooi. Jullie staan nu op de 4e positie, hebben die overgenomen van Heracles. Is het lekker om hem nu te moeten verdedigen of is het fijner om zo'n positie aan te moeten vallen? Ik denk allebei situaties. Iedereen gaat dan, denk ik, toch wat extra tegen jou, als team tegen jou spelen. En dan is het weer als team zaak om dan nog een schepje erbij te doen. En zo word je er alleen maar beter door, denk ik. Dus